Peter is eigenaar van een populair kledingmerk en hij vindt duurzaamheid belangrijk. Hij weet dat zijn klanten ook willen weten waar de kleding vandaan komt en wat de milieubelasting is. Carla krijgt van haar arts medicijnen mee, maar ze is vergeten wat hij erover heeft gezegd. Ze scant het doosje om de gebruiksinstructies na te lezen. Sylvia heeft notenallergie en wil weten of ze deze maaltijdsalade kan eten. Ze scant het product en ziet direct in de app of er noten in zitten. Als Marieke de zaag afrekent, scant ze de QR-code. De prijsinformatie komt uit het kassasysteem. Met de scan van één code krijgt iedereen de informatie waarnaar ze op zoek zijn. Dat kan door de unieke GS1-codes op het product ook in webadressen te gebruiken. Informatie over uw product verbindt u zo makkelijk met het internet. De consument scant de QR-code waar het GS1 Digital Link-webadres in zit en komt terecht bij de productinformatie van de fabrikant. En als de consument die QR-code scant in uw retail-app of duurzaamheidsapp, kunt u hem informatie laten zien die u wilt tonen. U kunt zien waar en wanneer alle scans zijn gemaakt en u kunt vervolgens uw dienstverlening verbeteren. Door ook een badge nummer mee te geven, kunt u informatie specifieker maken. Dat is handig bij bijvoorbeeld een terugroepactie of een serienummer voor een speciale winactie. Zo scant Jan zijn chocoladereep en ziet dat hij de actie heeft gewonnen. Alle producten over de hele wereld zijn nu met het internet verbonden door het gebruik van de GS1 Digital Link standaard. Wat kan GS1 Digital Link voor u betekenen?